Oké, en nu? Ik heb mijn schoenen niet gepoetst. Oh nee, kan dat nog even? Ik zit goed. Zit het goed ook allemaal? Ja hoor. Nou, kom op! Toen ik klein was, timmerman. Dierenarts, ja. Ja, totdat ik ontdekte dat je heel veel Latijn moest weten en zo. En heel veel medicijnen. Ik denk, ho, dat is niet het aaien en het verzorgen. Maar zo wilde ik altijd basisschooljuf worden. Toen ik klein was, twijfelde ik tussen binnenshuisarchitectuur en politieagent. Totaal verschillend allebei. Als ik moe ben liggen, anders zitten. Ja, ik zit op de longchair thuis, dus wel met mijn benen omhoog, maar wel zittend. Hangen. Niet echt voluit liggen, maar ook niet standaard zitten. Een beetje half-half over het algemeen. Ik denk dan toch liever dat ik lig op de bank. Wat de meeste klanten ook verwachten, dat ze gehoord worden en dat een klacht serieus genomen wordt en dat er iets aan gedaan wordt. Dat je geholpen wordt, dat het een leuk en vriendelijk iemand is die je aan de andere kant van de lijn hebt. Ik zou wel willen ervaren hoe de bank aan mij verkocht is. Bijvoorbeeld op welke manier en hoe ze mij hebben kunnen overtuigen. Dat zou ik wel willen weten. Qua werk krijg ik energie van als iets snel en goed is opgelost. In mijn privé heel erg veel energie van mijn kinderen en lekker sporten. Als we een lastige klacht hebben en uiteindelijk toch goed opgelost krijgen, linksom of rechtsom, daar krijg ik wel energie van, ja. Ik krijg energie als mensen, andere mensen ook blij zijn of iets moois meemaken. Oh, dat is het mooiste wat er is. Ja, ja. Met vriendinnen lekker borrelen op terras. Iedereen kent iedereen. Een gezellig stel, maar ik denk wel dat iedereen het met elkaar kan vinden. Dat vind ik wel prettig, ja. Dat het onder de collega's allemaal heel gezellig is. Vernieuwend, veel ontwikkelingen en de lijntjes zijn kort. Heel belangrijk. Omdat ik het een heel leuk en gezellig bedrijf vind. En juist dat gemoedelijke vind ik ook wel heel erg belangrijk in mijn werk.